We zijn op een hele bijzondere plek. We zijn bij het Oranje Hotel. Dan zou je denken, een hele mooie naam, maar wel met een vervelend verleden. Dat klopt, het is een geuzennaam, een spotnaam eigenlijk, die gegeven is door de mensen van buiten deze gevangenis. Omdat hier heel veel verzetsmensen zaten die heel koningsgezind waren en tegen de bezetter voor Nederland. U staat hier op belangrijke historische grond, want die cellenbarak, wat er nog van over is, is 100 jaar oud. Die is dus in 1940 gevorderd door de Duitsers. Dan hadden ze meteen voor ogen dat ze daar zelf de leiding over deze gevangenis zouden overnemen. Omdat ze kennelijk toen al dachten, wij willen hier voornamelijk verzetsmensen neerzetten. Strategische plek, dicht bij Den Haag, dicht bij het strand. De Engelandvaarders die in de buurt waren. Dus dit kreeg direct de bestemming een gevangenis van de Duitsers. Er is nog maar een deel overgebleven, want u zult denken wat klein. Er waren ooit 500 cellen. En dus een veel groter pand. Dat is al in de loop der jaren gesloopt. En dit, met nog eigenlijk een ander deel, maar dat is onlangs gesloopt, of vorig jaar, was de laatste jaren nog steeds in gebruik. In de oorlog waren er dus in die 500 cellen 25.000 mensen, ruim. We weten nog steeds niet de precieze aantallen, omdat de Duitsers na de oorlog administratie hebben vernietigd, verbrand. Maar er zijn zoveel andere bronnen dat we inmiddels wel weten dat het minstens 25.000 zijn geweest. Maar wat u ongetwijfeld weet, is dat dit hier bedoeld was om als een soort voorarrest huis van bewaring te dienen. Mensen werden opgepakt, ze wisten soms niet waarvoor, maar ze kwamen hier terecht en dan begon het proces van onderzoek en verhoor. Dat is voor sommigen heel gruwelijk en hevig geweest, voor anderen was dat veel gemakkelijker. Er zaten zowel mannen, vrouwen als kinderen. Soms werden mensen vervoerd naar het binnenhof, omdat daar ook een verhoorplaats was. En het uiteindelijke doel was een oordeel uitspreken, een vonnis uitspreken over wat deze mensen dan zogenaamd gedaan hadden. Ik zeg zogenaamd omdat het heel vaak om kleine dingen ging. Iemand die een rotmof zei, die kon ook zo opgepakt worden. Maar ook andere dingen, een radio oranje aanzetten, in onderduiker in huis. Het belangrijkste was dat wij weten dat er drie mogelijkheden waren. Of je had geluk, dan werd je vrijgelaten en dan konden ze niks vinden. Of er werd met heel veel moeite en op de nazi's gezegd dat iemand toch wel heel erg fout was geweest en vijandig tegen de bezetter. En dan kregen ze vaak straf, dat wil zeggen gevangenisstraf in concentratiekampen. En dan vertrokken heel veel mensen hier vandaan naar bijvoorbeeld Amersfoort, Kamp Vught, Haren en van daaruit een tocht naar de Duitse of Poolse concentratiekampen. En de derde hevigste vonnis was dus het doodsvonnis. En dat betekende fusillade aan de overkant. De fusilladeplaats is de Waalsdorpenvlakte. En ongeveer 250 mensen van hier zijn dus daar naartoe gebracht. En daar direct standrechtelijk gefusilleerd. Nu is er een nieuwe tentoonstelling geopend. Eindelijk, zoals jullie het zouden willen hebben.
Ja, zeker. 2 jaar lang heeft Bas van Benda Beckman onderzoek gedaan. En met zijn materiaal hebben we een hele mooie presentatie, tentoonstelling gemaakt. Met film erin, met audiofragmenten, met teksten, foto's. Het geeft de hele geschiedenis eigenlijk weer van het Oranje Hotel. Maar ook hoe het leven in de gevangenis was. Over het verzet, over de rechtsstaat, over de bewaking die hier was. Over de onderdrukking, de verhoormethodes, maar ook wat gevangenschap met mensen heeft gedaan. En ook met een tweede en derde generatie daarna. Het is heel interessant om meer te lezen over wat hier dagelijks gebeurde. Ook is interessant hoe de gevangenen met elkaar omgingen. Daar zijn wij nog altijd van onder de indruk. Hoe vindingrijk ze waren, hoe blij ze waren als ze hun kameraad tegenkwamen. Of hoe blij ze waren dat ze hoorden dat hun Delftse vriendje hier ook zat. Dat waren allemaal van die hele kleine bewijzen van de buitenwereld. Toen de bevrijding hier kwam in mei 1945, toen werden dus de Nederlandse gevangenen eruit gelaten. Maar wat gebeurde hier? Heel pikant. Deze gevangenis werd onder andere gebruikt voor de NSB'ers, de collaborateurs en anderen die met de vijand, met de bezetter hadden meegewerkt. En dat is natuurlijk heel idioot om te bedenken dat in diezelfde cel eerst iemand had gezeten die sabotage had gepleegd op een trein die voor de Duitsers niet meer bruikbaar moest zijn. Terwijl een maand later zit daar ene Mussert, zit daar ene Blokzijl. De grote jongens, ook kleinere, maar ook de grote jongens van de NSB'ers. Dan begint dus een naoorlogse periode. Dat het bijzonder is dat er meteen een comité Oranje Hotel is opgericht na de oorlog. Door de man die hier de militaire leiding had tijdelijk. En die heeft meteen met oud-gevangenen samen in 3 jaar tijd een paar monumenten geregeld, zou je kunnen zeggen. Zij wilden dat er 1 cel bewaard bleef. Dat is de beroemde, beruchte dodencel 601. Zij wilden dat het poortje een soort monumentale status kreeg. Dus dat is ook een keer officieel ingewijd. Daar is een plaquette naast geplaatst met een prachtige dichtregel van Antonie Donker. En ze hebben met alle gevangenen in die periode, ik heb het over de jaren 48-49, geld bij elkaar gezameld, moesten ze toen zelf doen, om een reliëf op de buitenmuur te laten aanbrengen als een soort gebaar van dat zij het overleefd hadden. En dat is het reliëf wat bij de ingang is waar u binnenkomt. En daar staat op, zij waren eensgezind. Ik heb de notulen nagelezen van die jaren in het bestuur. Daar hebben ze lang over gepraat, wat daarop moet staan. Het is wel een hele mooie zin. En het heeft en te maken met de trots die ze zelf hadden over, wij hebben het hier toch maar gered. Maar ook wel een boodschap voor de volgende generaties, denk ik. Van, eensgezindheid is zo ontzettend fundamenteel om in deze samenleving verder te kunnen. En wat er gebeurde was herdenkingen ieder jaar. En dat heeft 74 jaar plaatsgevonden. Hier in het gebouw, een stukje in dit gebouw, een stukje in het gebouw van de gevangenis. Dat was een bekende ritueel van speeches, van muziek en van een rondgang door de cellen. Dat moet ik nu zo doen. Met kransen, om daar kransen bij de dodencel te leggen. Dat is zo lang geweest en ineens in 2009, wij waren toen, sommigen van ons waren toen net in het bestuur, in het nieuw bestuur, want het had iedere keer weer vernieuwing nodig uiteraard. En ik begrijp, er is dus ook een luisterroute. Ja, dat klopt. Voor ons is het heel belangrijk dat we de verhalen van de gevangenen vertellen. En we hebben goed nagedacht van hoe kunnen we dat vormgeven. En er zijn heel veel dagboeken geschreven of naderhand zijn er verhalen opgeschreven. Uit die verhalen hebben we eigenlijk citaten gehaald en die laten inspreken, zodat je in elke ruimte 1 audiofragment, laat ik maar zeggen, hoort, wat op het thema van die ruimte van toepassing is. En dan hoor je de gevangenen zelf praten. Toen kwam dus de vraag, wat doe je met die monumentale onderdelen? Want dit is een monument. En het was ook al inmiddels op de monumentenlijst van de gemeente Den Haag geplaatst. Dat is het startschijn geweest voor het bestuur toentertijd om te zeggen, wij hebben hier zoveel bijzondere historische herinneringen en al fundamenten voor een monument. Wij gaan een project starten, behoud en renovatie Oranje Hotel. Dus je gaat een brochure maken, je gaat een website maken,
Je vraagt aan een paar fondsen om het eerste geld voor de ideeënontwikkeling. Een pionierstijd. En daarna kwam er een ontwerp op tafel van de architect van de Rijksbouwdienst. En toen konden we langzamerhand veel gerichter naar de overheden toe. Provincie, gemeente, VWS. Te kijken of ze voldoende steun zouden kunnen geven voor dit idee. Wat wij geprobeerd hebben is een combinatie van het gebouw zelf. De cellenbarak is een monument. Dat is net zoals wanneer je naar een ander monument op zoek gaat. Dan ga je voelen hoe dat gebouw eruit ziet. En loop je door die gang en denk je, het was een gevangenis en hier zaten ze. Dat is natuurlijk al een belangrijke ervaring. Want het is het enige echte authentieke, plus dus dat poortje wat bewaard is gebleven. En daarin kunt u ook heel goed zien hoe alle andere cellen waren. Dus in die zin is het heel symbolisch voor de sfeer en de stijl. Er zijn kruisen van de Waalsdorpenvlakte. Dat vinden wij een fantastische erfenis. Dat op de Waalsdorpenvlakte kruisen stonden waar de mensen dus gefuseerd zijn. Die kruisen waren tijdelijk in een museum ondergebracht. En die hebben wij nu hier aan de muur hangen. En dan heb je dus meteen de verbinding tussen wat hier gebeurd is, vooral voor die groep die daar gefuseerd is. Het aardige is denk ik dat wij, en het mooie ook, dat het milieu ermee waar is. Het was hier en het is dus niet gemaakt. Het was al in de oorlog een monument en het is precies op de plek gebleven. Wij hebben ervoor gevochten dat het blijft, dat het hier is, omdat het hier gebeurd is. En omdat je hier ook nog iets voelt van die grote muur, de nabijheid van de Waalsdorpenvlakte.